Ga je gang. Philip Centrum. Je praat zo over de wedstrijd, maar je hebt net afscheid genomen. Hoe was dat? Ja, dat was heel mooi. Ik denk ook, zoals je hebt gezien vandaag, en ze gewoon de hele wedstrijd stonden ze achter ons. Zelfs na die 1-0, 0-1. Ja, dat was heel verheugd. Ja, je zegt al 0-1, je verliest die partij. Dat betekent dat je volgende week nog aan de bak moet. En als dat niet lukt, is het echt helaas thuiswedstrijd voor Vestvolk. Ja, zeker. Ik begrijp nog steeds niet hoe we hier hebben kunnen verliezen. Maar we snel vol knop om en focus op AZ. Ja, want je zegt ik begrijp niet hoe we kunnen verliezen. Kansen zijn genoeg, hè? Ja, kansen genoeg. Ik kan wel vragen hoe komt dat, maar ja, hoe komt dat dan? Ja, ik zou niet weten dat de bal niet in de goal staat. Er stond er ook een goede keeper uit, Willem. Ja, zeker. Had een paar goede reddingen. Ja, ze zijn zoveel mogelijkheden. We moeten minimaal 1-2 uur. Volgende week naar AZ. Ja, je moet eigenlijk winnen, maar volgende week AZ. Dat is een groot stukje moeilijker, denk ik, dan Willem 2. Ja, zeker. AZ is niet makkelijk. Maar ik denk dat wij, dat wij altijd een kans hebben daar. Ik ga gewoon alles geven, maar ja, dat is best niet. Eerlijk gezegd, zie je nog kansen? Je weet dat de ADO gelijk is gespeeld, dus je gaat niet gelijk met ADO. Dus je hebt gewoon een eigen hand. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk zijn er kansen. Ik denk alleen dat wij dat we van deze wedstrijd moeten winnen. Dat is gewoon heel super. Dat was een plekje reserveren voor de nacht. Ik zie wat het er nu is. Doe maar wel. Hoe is je Engels? Want hetzelfde geld is er al in de laatste wedstrijd. En dan best weg. Nee, Engels is goed. Nog cursus bijgenomen of komt dat allemaal goed? Nee. Geen cursus bijgenomen. Dus moet wel goed komen. Wens je succes voor de volgende wedstrijd van Bek Winnerhol. En daarna ook succes. Heel erg bedankt. Succes.